Adrie Poldervaart, een 3-0 overwinning in een misschien de beste wedstrijd van het seizoen? Ja, deze hoort wel bij de top 3. Ja. Hele goede wedstrijd. En eigenlijk het mooie is ervan dat ze de intensiteit zo goed volhielden. Dat het maar bijna praatje over 90 minuten. Ja. Ja, want eigenlijk het begin was niet welvarend voor Barend eigenlijk, want Linden kwam er goed uit. Ja, ze kwamen een paar keer voetballend te goed door, zonder dat ze nou echt hele grote kansen kregen. Maar op een gegeven moment hadden we dat wel goed door, ja, toen gingen we zelf voetballen. Ja, en ik vind dat we hier heel veel bepaald hebben, ja. Ja, want die 1-0 eigenlijk van Joe Jongen was dan misschien wel een kantelmoment in de wedstrijd. Ja, eindelijk hebben wij eens dan een keer mee doorzetten, een keer een gelukje mee met een kluts. Ja, daarna maakte hij hem schitterend af. En toen hadden we het eigenlijk voor de rust al de achterstand groter moeten maken. Of de voorsprong, want we kregen toen echt goede kansen. Ja, het enige wat we niet gedaan hebben is de trekker overgehaald. Ja, dat is eigenlijk wel zonde, want de eerste helft die spelen hier gewoon goed. En dan zet je in de tweede helft zet je dat gewoon voort eigenlijk, kan je zien. Ja, nou maakt het niet uit, want we pakken de tweede goal en uiteindelijk nog een derde. En we hebben nog de nodige kansen laten liggen. Dan maakt het niet uit, maar voor de rust waren er echt wel goede mogelijkheden. Waardoor je misschien al wat rustiger in de rust had kunnen zitten. Maar ik moest een compliment maken hoe ze hier vandaag geacteerd hebben. Ik wist dat het kon, we hebben dat te weinig gedaan. En dan is het wel mooi dat het er nog een keer uitkomt. Maar ik weet zeker dat er bij ons daarin veel meer had gezeten als we dit vaker hadden gedaan. Ja. Ja, want wat je zegt, ik had dat vaker kunnen doen. De afgelopen 3 wedstrijden kwam het er eigenlijk niet uit. Dan is het fijn om nu te winnen. Ja, want 3 keer op rij verliezen is nooit leuk. 9 keer op rij ongeslagen is hartstikke leuk, maar 3 keer op rij verliezen niet. Dat hebben we dit seizoen 2 keer gedaan. Toen hebben we het ook gekanteld tegen HAC. En toen kwam een hele goede reeks aan. Ja, nu is het nog maar 1 wedstrijdje. Ja, voor onze positie was het beter geweest natuurlijk als we die wedstrijden hiervoor een beter resultaat hadden gehad. Maar goed, we hebben vandaag ons wel laten gelden. En jongens verdienen een groot compliment hoe ze vandaag gespeeld hebben. Ja, want je ziet concurrent AFC voor de periodetitel zie je 1-1 gelijk spelen bij Kozakken Boys. Je ziet de andere concurrent voor de derde plek HAC 1-0 winnen van Lisse. Dan resteert er eigenlijk volgende week alleen een winst tegen IJsselmeer volgens voor een goede resultaat om dat neer te zetten. Het seizoen af te sluiten eigenlijk. Ja, nee, absoluut. Zeg je goed. We moeten zorgen dat we van IJsselmeer volgens winnen. Dan zijn we afhankelijk van de AFC om direct de derde periode te winnen volgens mij. En dan hou je ook nog ploegen achter je. Nou, als alles blijft winnen, dan eindigen we een prachtige vierde plaats. Maar ja, goed, we hopen toch nog die derde plaats in te lijven. Wie weet is het ons gegeven, we gaan het zien. En dat die derde plaats vooraf al, dat had je voor getekend eigenlijk? Ja, dat absoluut. Zeker omdat je vorig jaar gedeeld 7e werd, 8e op de ranglijst. Maar ik heb altijd wel vanaf het moment dat ik kwam, al bij de topklasse al, als wij maximaal geven en het voetbal spelen wat we voor ogen hebben, dan kunnen we ook gewoon meedoen voor de bovenste plaatsen. En daarin hebben we te vaak te weinig gegeven. Ja, dan ben je kwetsbaar. Maar wij kunnen het echt en dat hebben ze vandaag echt getoond. Ja, want niet alleen win je vandaag van FC Linden eigenlijk. Ook zelf, gisteren haalde je een mooie mijlpaal. Je slaagde eigenlijk voor je UEFA Pro-opleiding. Vertel daar even iets over. Ja, coach betaald voetbal, daar zijn we begonnen in augustus. En gisteren is officieel bekend geworden, ik wist al dat ik alles voldaan had. Maar gisteren is naar buiten gekomen dat we officieel geslaagd zijn. Dus ja, dat is een prachtig iets. Ik heb mezelf weer ontwikkeld. Het laatste diploma wat ik nog niet had. Precies 20 jaar nadat ik gestart ben met Oefenmeester 3, heb ik nu alles binnen. Dus daar ben ik erg trots op. En we krijgen de uitreiking 4 augustus op de Johan Cruijffschaal. Die staat in Eindhoven. Kijk, Barendrecht is er ook trots op en feliciteert je met allebei de mijlpalen en tot volgende week. Oké, dankjewel. Dankjewel.